Vandaag bekijken we de Black Ranch Quebracho Argentina. Er zijn een aantal punten belangrijk voor de keuze van je houtskool. En in de eerste plaats gaat het over de brandduur. Nou, eikenhout is een hele harde houtsoort, dus je mag verwachten dat die lang brandt. Daarnaast is de smaak heel erg belangrijk. En eikenhout geeft een stevige rooksmaak, dus die kun je gebruiken voor bijvoorbeeld het bereiden van een mooie steak. Daarnaast is de temperatuur ook nog een dingetje. En de temperatuur van, de brandtemperatuur van eikenhout is absoluut hoog. Dus je kunt die prima gebruiken voor pizza's en voor andere gerechten die je bereidt op een hoge temperatuur. Dan gaat het nog over de sortering. En dat is wel een dingetje, want als jij een kleine barbecue hebt, dan kun je beter niet kiezen voor de Black Ranch Quebracho. Hier zitten namelijk stukken in, tot wel 1,5 kilo. Mooie grote big blocks die perfect zijn voor een wat groter formaat barbecue. Maar heb je een kleine barbecue, dan wil je graag naar een andere sortering. Dus als je kijkt naar Black Ranch Quebracho, Argentina, dan heb je houtskool met een stevige smaak, een lange brandduur, een hoge temperatuur. Ja, en de sortering is ontzettend groot, dus het zijn mooie big blocks.